En welkom bij een nieuwe video. Hierop is Ultrex. Even voorafgaand van deze video. Ik zou deze video eigenlijk niet maken. Dit zou eigenlijk een livestream zijn. Maar ik heb problemen met OBS. Ik kan wel opnemen, maar mijn livestreams die blijven hangen. Elke keer wordt de internetverbinding verbroken. Ik heb constant problemen met het internet. Ik heb hem dus net afgesloten en ik heb jullie beloofd dat ik een video zou maken in plaats van een unboxing livestream. Heel erg jammer, want ik wou heel graag een livestream opnemen, maar het internet is zo slecht momenteel. Er is een of ander probleem, een of ander storingprobleem, dat ik dus niet kan livestreamen, dat elke keer de verbinding wegvalt. Vandaar doe ik het dus eventjes vandaag zo, maak ik er gewoon een video van. Dan is het gewoon goede beeldkwaliteit en kunnen jullie de hele aflevering bekijken. Nou, ik ga even de spullen bijpakken en dan zie ik jullie zo. Ik ga even de spullen pakken. En tadadam, dit is het, dames en heren, dit is het. Het is dit pakketje geworden. Oh, ik moet wel in de kamer gaan doen. Dit is het pakketje. Ten eerste. De Sony DSC-HX90 camera van Sony. Dat is dus de camera. En hiermee ga ik dus allemaal filmpjes maken. De vlogs maken. Filmpjes. En hier moet dus alle vlogs mee gemaakt. Eigen camera was ik kwijt. Ik heb speciaal deze erbij gekocht. Tasje erbij. En wow, ik heb een kaartje gekocht. 32 gig. SanDisk memory card. Heb ik erbij gekocht. Nou, dan nu jongens. Oh, dan moet ik even dit doen. Daar gaat hij jongens. Ik ga even de spullen pakken. Even de schuiven bij pakken. Terwijl ze hier gelijk aan het boren zijn. Altijd gezellig. Oh, ik doe het anders. Ik moet het anders doen. Oh, hij is nou een beetje kapot. Daar heb je hem. Daar heb je hem. Daar haal je hem toevallig hoor. Daar haal je hem toevallig. Ik heb hem inmiddels opengemaakt. Nou. Dan gaan we even kijken wat er allemaal in de box zit. Het draadje voor de oplader zit erbij. Dus erbij. Deze zit erbij. Deze moet dus dadelijk hierin. Dan kan ik dus de camera opladen. Er zit bij het koordje. Oh, ik doe elke keer de verkeerde kant op. Het koordje zit erbij. Er zit bij deze, dus voor de camera op te laden. En het is trouwens dezelfde als een telefoon, Samsung telefoon. Ik heb toevallig een Samsung telefoon.
Batterij zit erbij. En dan heb ik hier ook, heb ik de... De camera. Dit is hem, jongens. Dit is de camera. De DSC-H90. Dat is hem, jongens. De camera. Met... Hoppa. De uitschuifbare ding. Dus dat ik dan, als ik dan zo aan het filmen ben, als ik dus zo aan het filmen ben, dan kan ik hier kijken, het scherm. En dan kan ik mijn eigen zien dat ik aan het filmen ben. Dit is dus de camera, jongens. Ik zal hem nog een keer laten zien. Dit is hem. Tapapapam. En hier ga ik dus voortaan alle vlogs mee opnemen, jongens. Dit is hem, de camera. Dan gaan we verder. Wat zit er nog meer allemaal bij? Kijk eens, een heel pakket aan boekjes zit erbij. Heel pakket aan boekjes. Er zit hier ook het European Guarantee informatiedocument. En dan is hier ook zit nog een boekje bij. Met de instructies aan allemaal verschillende talen. Dan zit hier de Wifi Connect One Touch Guide bij. Extra boekje van de Wifi Connect One Touch. Dan zit er nog een boekje bij van Up de Wifi. Dan zit hier nog een register. Register your new project online. En dan zit hier de handleiding. De handleiding. Allemaal verschillende talen. Aardig pakketje. Ik zal even kijken waar het Nederlands zit. Nee. En er zit hier nog een boekje bij. Digital Still Camera. Ook een soort instructieboekje zit erbij. Hier ook een boekje. Dan een andere taal. En dan hier ook nog een boekje op en een boekje. Hoppa. Oh, ik wil even mijn vinger eraf halen. Zo jongens, en nou, dit is de video. Wat ik even ga doen, dat is expres door de kamer heen lopen. Want dat vindt Ricardo altijd heel erg leuk om te doen. Nou, Ricardo, speciaal voor jou, Hiro. Ta-ta-dam, ta-dam, ta-dam, ta-dam. Ik ga lekker door de kamer heen lopen, want dat vindt Ricardo leuk. Nee, wel grapje, Ricard. Ja, jongens, dit is het beeld, mensen. Dit is de kwaliteit. Ik hoop dat jullie de kwaliteit goed vinden. Zo niet, ja. Jammer voor je. Maar in ieder geval, dit is de kwaliteit. Ik denk, ik zal er nog even... ik zal er nog even een videootje bij doen... wat de beeldkwaliteit van de cam is, van die camera... Voor die camera. Dus ja. Nou, ik vind het. Het ziet er in ieder geval op mijn beeldschermpje boven me. Moet ik inderdaad wel eventjes heel erg mee oppassen. Want Joost die hebt dat ook. En Joost die zit elke keer naar het schermpje te kijken. En je moet naar de lens kijken. Want anders dan zie je elke keer dat. Dat alles. Hoe noem je dat? Oh, wat je trouwens wel kan doen, Joost, als je even deze video kijkt, je moet je camera wat verder weg houden. Dan lukt het wel. Dan weet ik eigenlijk nog niet... Oh, dan kan ik ook even kijken. Even wachten. Hé, hey, hoe ken dat nou? Boven. Nee, ik heb hem wel. Ik wou zeggen, kan ik hier mijn selfie stick op aansluiten, maar dat lukt.
Nou, in ieder geval, dit is het beeld, jongens. Dus even kijken. Ik ga nou even de donker in. Oh ja, ja, dat is wel heel donker, hè. Dat is wel heel donker, hè. Maar wel minder als met mijn oude camera, lijkt het wel. Als ik hier ga staan, ja, dan zie je me niet meer. Dan zie je alleen een zwarte schim. Oké, okay, nou joh, dan krijg ik gelijk ook nog scène. Weinig licht. En als ik dan hier, oh, die heb ik... Oh, kijk nou joh. Ja, dat had ik met mijn eigen camera, had ik dat trouwens ook niet. Ik sta nu vlakbij de lamp en dan zie ik dus gewoon portretopname. En ga ik hier staan, dan gaat hij al zeggen van... Hé, hey, je hebt weinig licht. Even kijken. Nee, dat doet hij nog niet. Even kijken, wat deed hij nou? Net deed hij het wel. Net gaf hij aan weinig licht. En als ik dan donker inloop, dan moet hij dus aangeven dat ik geen licht heb. Ja, nog scène. Zie je wel? Grappig, joh. Hier, weinig licht. En dan ga ik naar de licht toe en dan is het weer goed. Nou, in ieder geval, dit was eventjes een klein gek videootje eventjes tussendoor. Om even mijn camera uit te proberen. Maar dan weten jullie in ieder geval, dit is dus de kwaliteit, jongens. Nou, ik vind het in ieder geval heel netjes eruit zien. Het ziet er echt heel mooi uit. En met deze camera ga ik echt heel veel plezier beleven. Te beginnen met zaterdag, de laatste training. En zondag de klassieke Feyenoord tegen 020. Dus dan neem ik de camera ook mee en dan ga ik daar filmen. Nou, dit was eventjes de video van hoe het beeld eruit ziet. Dus jongens, dit was even de unboxing. Ja, ik wou het leuk doen via een livestream, want dan konden jullie allemaal meegenieten. Maar dat ging helaas niet door, omdat mijn internetverbinding dus slecht was. Hier nog één keer de camera. Ik kan hem zo weer terug doen. Hoppa, doe ik hem even zo. En dan is dit mijn cameraatje. Nou, ik hoop dat jullie ondanks alles... het leuk vonden dat ik even de unbox deed. Oh, ik trouwens, ik heb hier nog de batterij dus. En ik heb hier nog de 32 gigabyte heb ik extern geheugen. Dus voor de bestanden op te laten slaan. En er staat hier nog Speedup to 90 MB 600X. Hoe dat gaat, weet ik niet. Maar dat zal allemaal wel. Dit is in ieder geval ook nog een kaartje. Heb ik extra gekocht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze unboxing. Doe even een blauwe duimpje de lucht in als je het leuk vond. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe video. De groetjes allemaal. En ik spreek jullie en ik zie jullie bij de volgende video, jongens. Bye bye!